hallo allemaal. Als jullie gisteren naar het Leuven als Sinterklaasjournaal hebben gekeken, dan hebben jullie gezien dat Sinterklaas zich weer opgesloten heeft op zijn kamer. Het mondkapje paste niet. Als u nou eens eventjes uw mijter afzet. Ja, helpen ze even. Pietjes helpen wel eventjes. Ja, goed zo. Ja. En nou is het de bedoeling dat die elastiekjes achter uw oor. Die elastiekjes achter ja, uw oor. Ja, als de Pieter even helpen. Even kijken. Komt goed. Ja, dit, rustig. Ja, dit is helemaal niks. Ik zie niks. En nee, dat blijft ook niet zitten. Nee, dit is helemaal niks. Pieter, weet je wat? Ik vind het helemaal niks. Ik trek me terug op mijn kamer. Ja, en daar heb ik nou ook meteen 1, 2, 3 geen oplossing voor. Maar jullie hebben fijn meegedacht. Ik heb een heleboel berichtjes gekregen. Appjes, mailtjes, brieven. En hier heb ik er een paar meegebracht. En daar gaan we samen naar kijken. Hoi Antoinette. En, weet je al een oplossing? Ja Piet, ik heb een heleboel brieven gekregen van de kinderen. En appjes en mailtjes. En ik heb er een paar uitgezocht. En dan wil ik deze vooral eens even samen met jullie bekijken. Nou, vertel. Beste Antoinette, ik weet de oplossing voor het mondkapjesprobleem van Sinterklaas. Kom maar naar mijn kapsalon en ik vertel wat we kunnen doen. De groeten, kapper Gerard. Oh, kapper Gerard. Ja. Dat is een goede kapper. Oh, ken je die? Ja, zeker ken ik die. Nou, dan ga ik daar meteen naartoe. Kappers zitten nooit met de handen in het haar. Die weten overal een oplossing voor. Precies. Het is Gerard. Oh. Gerard. Oh, neem me niet kwalijk, Gerard. Kapper Gerard. Ja? En? Waar kan ik je mee helpen? Kleurtje? Beetje bijknippen? Oh. Nee. Als ik zo zie, is het helemaal naar de Filistijnen. Nee, kapper Gerard. Ik kom niet voor mezelf. Oh. U heeft mij een brief geschreven. Een brief geschreven? Een brief over het mondkapje van Sinterklaas, alstublieft. Och ja, natuurlijk. U ja. zei dat u een oplossing had gevonden. Ja, dat heb ik, ja. Nou, dat is fantastisch. Vertel ja. maar dan. U komt met Sinterklaas. We zetten Sinterklaas in een stoel. We nemen de mijter af. We kammen de baard strak naar beneden. Mooi. We nemen een schaar ja. en knippen de baard eraf. Wat? Helemaal af! U wil de baard van Sinterklaas afknippen? Ja. Waarom? Ja, dan past het mondkapje natuurlijk wel goed. Ik geloof dat u helemaal gek bent geworden, kapper Gerard. Stel je voor de baard van Sinterklaas afknippen. Oh, ik blijf er geen minuut langer, kapper Gerard. Oh. Ik geloof dat die kapper niet normaal is. Oh, die heeft de kop los. Antoinette, wat zie ik nou? Wat is er? Oh, Piet, die stomme kapper. Wat is er met die kapper? Die wil de baard van Sinterklaas afknippen. Nee, ja. En dan zou het mondkapje wel passen, zegt hij. Maar Sinterklaas is geen Sinterklaas zonder zijn lange baard. Nee, natuurlijk niet. Ik snap er niks van. Wat moeten we nu? Kijk eens tussen de andere brieven. Misschien zit daar wel een goed idee tussen. Ja, ik heb er hier nog een paar liggen. Even kijken. Nee, dit is ook niks. Wat dan? Sla Sinterklaasfeest gewoon een jaar over. Groetjes, Huub. Oh, nee, zeg. Dat zeker niet. Dan heb ik hier nog wat liggen. Beste Piet en Antoinette. Het is misschien een goed plan om Sinterklaas tegelijk met Kerstmis te vieren. Groetjes van Imke en Fleur. Huh, dat zou de kerstman wel willen. Ja. Echt niet? Dat denk ik ook. Nou, deze nog even bekijken. Oh, wacht eens even. Hier staat iets. Luister.
beste Piet en Antoinette, als er nu eens een heel groot mondkapje gemaakt wordt voor Sinterklaas, een waar de baard van Sinterklaas misschien wel in past. Nou, dat is het! Heel veel groeten van Ineke. Nou, dat is een goed idee. Maar zo'n groot mondkapje kun je eigenlijk niet kopen, denk ik, hè? Nee, waar zouden we zo eentje vandaan moeten halen? Dat moet iemand maken. Oh. Maar wie dan? Ja, dat weet ik zo direct niet, maar... Oh, wacht eens even. Ik weet wel iemand die daar vast wel raden weet. Nou, Antoinette, ga erop af. Nou, als jullie morgen weer naar het Bleudal Sinterklaasjournaal kijken, dan zullen jullie het ook meemaken. Dag, tot morgen!